Goedemorgen, 5:15, ietsje later in de ochtend, station Leeuwarden zoals je kunt zien. Onderweg naar Tunesië, via Parijs, eerst Schiphol natuurlijk. Voor een training met de Eduard Vrij Foundation en de International Republican Institute. Ik zie het eruit en ik ga proberen je een beetje bij te houden met deze vlog. Oké, intussen is het 10 uur later en ben ik in Tunesië. Tunis, Carthage Airport. En morgen meer. Goedemorgen, vrijdag 24 januari 2020. Welkom in Tunesië. Achter mij palmbomen, strand en helaas geen zon, maar toch een mooie omgeving om een training te gaan geven. Dat is niet in het zwembad en ook niet op het strand, maar binnen in het hotel. Ik zie er enorm naar uit. Eerst ontbijten, dan nog even het een en ander voorbereiden en vanmiddag komen de eerste cursisten. Zondagochtend vroeg. Friso en ik zijn op de terugweg van training van Tarkia Tunis. Nieuwe partij hier in Tunesië die van het kader getraind moest worden over partijidentiteit, over partijorganisatie. Wat willen ze nou eigenlijk? We hebben daar dus een paar dagen mee doorgebracht en echt geprobeerd om vanuit een soort drive die zij hebben om de wereld te veranderen, dat tot concrete politiek te maken. Nou, dat was een interessante onderneming. En we zijn heel benieuwd wat ze ermee gaan doen. De IRI, waarmee we samenwerken, heeft dat heel goed opgezet. En die gaan ook verder met het werk dat we nu hebben gedaan. Ja, het blijft gewoon ingewikkeld om in een totaal andere context de eigen dingen die we met het CDA doen te laten zien. Maar ik hoop echt dat het hier die nieuwe democratie op poten gaat zetten.